Ja, we zijn heel blij als gemeente dat we de Bavaria Belgium Tour mogen ontvangen. Dat die de startplaats mogen zijn, want het belang is toch niet te onderschatten. Hè? We willen geen toch wel op de kaart zetten. We investeren daar toch redelijk wat voor. En nu krijgen we die kans. Het fietstoerisme is vrij belangrijk voor onze gemeente. We hebben heel wat B&B's. We hebben hier het mooie Haspengouws landschap, waar dus veel mensen op afkomen. Het bekende, beruchte en beroemde Limburgse fietsroutenetwerk. Wij sluiten daarop aan en in die zin is het toch wel belangrijk, ben ik heel blij dat de Bavaria Tour hier in Gingham passeert. We zijn vrijdag, derde rit. We starten Montenaken. Een ritje van 174,5 kilometer met de aankomst in Scherpenheuvel. We vertrekken vanuit een mooie Haspengouw en we rijden naar het Hageland. We doen hier nog een ronde van 22, plaatselijke ronde van 22 kilometer met daarin een tussensprint. Dat geeft toch wel de kans op dit plaatselijk parcoursje, licht heuvelend, van toch een vroege ontsnapping tot stand te brengen. En die kan misschien wel ver gaan. Maar ik denk toch in de finale rondom Scherpenheuvel dat de groep teruggegroepeerd komt en dat ze de vluchters toch niet veel vrijheid niet meer geven. En dat we stevenen op een denk ik, massasprint. Ludo. Hey, dag Michel. Hoe is het ermee? Goed. Absoluut. Een tijdje geleden. Ja, absoluut. Ja. Zulletje van de partij. Prachtige basiliek. Absoluut. Ik kom thuiskomen bij moeder Maria. Ik kom hier graag, hè. Als sinds kleine pagader ken ik Scherpenheuvelen. Heb je dat parcoursje verkend van de derde etappe van de Bavaria Belgium Tour? Ja, ik heb het finale parcoursje verkend. Het is niet echt, denk ik, heel moeilijk. Het is wat draaien, maar over het algemeen grote banen. Er komt één moeilijkheid in, dat is de Dongelstraat. Dat is een steil klimmetje. Maar ik denk toch, als we de grote baan opdraaien richting Scherpenheuvel, dat is een lange baan van 2,5 kilometer tot aan de finish. 2,5. En je ziet de vluchter of de vluchter zie je nog altijd, heb je nog altijd binnen bereik. Dus. Het wordt moeilijk, hè? Die Dongelstraat, ik vind die wel leuk. Dat is een holle weg met een behoorlijk stijgingspercentage. Loopt over in Valsplat. En dan kom je aan de hoek en dan ga je rechtsaf en dan zie je ginds in de vet eigenlijk de streep al. Het is een bocht van 90 graden en stel dat ze daar 100 meter maximum nemen of 150, ze blijven altijd binnen schot. Zeker als er een paar sprintersploegen aanwezig zijn. Het mooie is ook dat heel Scherpenheuvel bereden wordt. Kaggevinnen, dan doen we Scherpenheuvel, dan doen we Schoonderbuggen, dan doen we Messelbuggen, dan doen we Zichem. Dus alles zit erin. Het Toscane van Vlaanderen. Die witte zandwegen, die vind je hier niet. Dat is waar. Dat is waar. Wel, onze nieuwe huisstijl die heeft eigenlijk een beetje een nieuwe slogan aangenomen. Scherpenheuvel-Zichem, de warmste stad. We willen ook het sportgebeuren en dat wielergebeuren eigenlijk in onze stad van harte welkom heten. Ik ben als schepen van sport dan ook heel fier dat we de Bavaria Belgium Tour hier welkom mogen heten. Die samenwerking die is eigenlijk gegroeid eigenlijk met de Stinkse Comité, die plaatselijke comité eigenlijk onder leiding van Karel Bertelen, ook sportjournalist. En die eigenlijk alles in goede baan heeft geleid de laatste 10 jaar om hier dat wielergebeuren echt cachet te geven en het sportgebeuren in Scherpenheuvel zich hier ook op de kaart te zetten.